Het is vandaag zaterdag 9 oktober. Heel mooi weer hebben we hier. En we houden de eerste duurzaamheidsdag. En de duurzaamheidsdag is eigenlijk bedoeld. We hebben een nieuwe werf 2 jaar geleden gebouwd. Maar door corona kon het helaas niet geopend worden. Het is een werf die eigenlijk compleet met waterpompen en zonnepanelen is. Nul op de meter. Tevens hebben we elektrische voertuigen wat we graag willen laten zien. Elektrisch gereedschap wat hier is. In verband met duurzaamheid. Ons motto is eigenlijk daadkracht, duurzaam en dichtbij. En we hebben gemeend om de hele bevolking van de gemeente Aalten te laten zien hoe we met duurzaamheid omgaan. Geworden, Repair Café in Aalten. Yeah!